mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben natuurlijk Melvin en vandaag heb ik een indie horrorspellenprogramma staan waarin wij een content creator zijn, net zoals ik of Donderbong, en waarin wij op zoek gaan naar het paranormale. Welkom bij Paroxysm. En zoals ik wel vaker doe, neem ik deze video op tijdens een livestream. Shoutout naar de chat. Oh mijn god, wat is dit? One night in a dark and gloomy city. Wow, 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 ASMR. Okay, but this time, things seem scarier than usual. I heard rumors about scary stuff happening in an apartment building. People had to leave the area because of it. Residents speak of weird noises, shadows, and even ghosts there. As someone who loves horror, this got me interested, so I decided to check it out. Damn, dit is wel ziek interessant. Ik heb allemaal kippen. Wow, 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 wow. Ik wilde net zeggen dat ik allemaal kippenvel heb, maar laat maar. Daar gaan we! Rec heet het spel. Wij zijn dus aan het recorden. En wij gaan dus dit spelen. Als creator. Dat zijn we. Oké, ik ben oprecht heel benieuwd naar deze game. Ik zag deze een tijdje terug. Ik heb hem aan mijn wishlist toegevoegd en dan is hij uitgebracht. En dan ga ik hem meestal gewoon spelen. Het verhaal is dus als volgt. Die persoon die wij in het begin zagen, dat zijn wij. Wij zijn dus een... Go to the apartment at the end of the street and enter flat number 10. Oeh... Wat is het einde van de straat? Is dat hier links ergens, denk ik? Ziet er wel weer echt gewoon goed uit. Maar nee, wij zijn dus een creator die van het gevaarlijke houdt, van het spannende. Wij komen graag uit onze comfortzone en dan doen we dat 3 keer en dan maken we allemaal update video's. En dit is waarschijnlijk dan de eerstvolgende poging van Dong de Mong dat wij gaan vloggen, ja. Is sick. Dus wij zijn Dong en die gaat op horroravontuur. Nee, maar even zonder grappen, dat is het verhaal. Wij zijn een creator en we gaan kijken... Hangt hier nou iemand? Wat hangt hier? Is dat een boom? Of wat is dit? Ik heb geen idee waar dit... Waarom zit hier een random buis? Wat is dit buizenstelsel hier? Nee, maar... Wij gaan lekker vloggen. Kijken wat er gaat gebeuren. Het schijnt een eng spel te zijn. Maar het schijnen meestal alle spellen te zijn die ik speel. En 9 van de 10 keer valt het tegen. Maar eerlijk, dit ziet er wel leuk uit. Het is een beetje een eigen stijl. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Want voor de rest is er heel weinig bekend over naar welke locatie we bijvoorbeeld gaan. Want waar de hek... Doe even normaal. Waarom moeten er nou altijd buizen kapot gaan in horror games? Jongen, 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 jongen. Het begint ook opeens ziek hard te stormen. Ik weet niet waarom, maar ik moet gelijk denken aan Tridents en Maces. En een lampje. Oeh. Kijk, kijk, kijk. Hoe kom ik hier uit? Huh? Oh. Oh, oh, we hebben de pla... Oh, dit is goed. Yo, insane donker. Enter flat number 10. Waar is nummer 10? Nummer 10 is waarschijnlijk wel omhoog, toch? Oeh. Yo, waarom ga je letterlijk zoiets doen zonder zaklamp? Het is hier echt fucking donker. We hebben helaas geen zaklamp, maar gelukkig wel om de... Oeh, wat is dit? Oké, een bak met peuken. L-rokers. Maar wat hebben we hier nog meer? Een lampje? Nee. Gelukkig zijn er lampjes die steeds aangaan. Yo, wat zijn dit voor... Voor deuren, gast? Ik wil niet weten wat daarin zit. Echt niet. Ik wil ook weten waarom we nou specifiek naar appartement 10 gaan. Waarschijnlijk hebben we iets van informatie gekregen over appartement 10. Dat wij waarschijnlijk daar dan het paranormale gaan opzoeken. Nummer 11. Oh, nummer 10. Oh. Ga hierin. Hallo? Prova... De deur is op slot. Wat is dit nou weer? Kan ik hier doorheen kijken? Dit is toch nummer 10? Moeten we misschien aanbellen? Is dit een deurbel? Oké, je moet oprecht aanbellen. Ik weet niet waarom ik schrik van een deurbel, maar misschien gaat nu iemand open doen. Hallo, ik ben Dong de Mong en ik kom hier vloggen. Hallo. Nog een keer. Please. Joe. Waarom gebeurt er niks? Waarom is de objective gaan naar appartement 10? Zitten we op een deur... Yo, doe deze het.
Yo, nummer 11, kun jij even open doen of zo? Ik moet bij nummer 10 naar binnen, maar dat doet niet open. Wat is het nou? Kunnen we gewoon doorlopen of zo? Want ik zie echt niks, ouwe. Oh, kijk, we kunnen ook doorlopen. Misschien is het wel gewoon een ander appartement waar we naartoe moeten. Nummer 13. Hé? Oh. Waarom werkt dit niet? Dit is ook trouwens de hoogste verdieping. Huh? Ik heb een sleutel. Wacht, is dat voor deze deur? Wacht, is dit de sleutel? Oh, ik... Bro, waarom ligt er letterlijk op de... Wat stond er nou? Ik zie echt, jongen. Ik begin van dingen te schrikken. Wat is dit voor kutspel? We moeten waarschijnlijk nu die deur openen. We hebben een sleuteltje. Is die voor deur 10? Please? Oh mijn god. Hallo? Mag hier een lampje... No electricity. Ja hoor. Ja hoor, ik zie echt letterlijk niks. Waar loop ik? Oh, hier is een electricity box. Nu wel? Oh mijn god, oké. Okay. Appartement nummer 10. Waarom we specifiek naar dit appartement moeten, ik weet het nog steeds niet, maar... Oh. Dit is gewoon wel een leuk appartementje, joh. Kijk. Place your bag in the living room and take your items. Ah, waar moeten we hem neerzetten? Hier of zo? Oh, hier, kijk. Damn, take your items. Wat voor items gaan we pakken? Gaan we ghost... Oh. Place the motion sensor in front of the main entrance. Oh mijn god, we gaan echt daadwerkelijk alleen ghost hunten. Ghost hunten vind ik niet heel eng en ik geloof er ook niet in. Maar dit ga je toch niet alleen doen, gast? Oh, hoezo heb je niemand bij je, ouwe? Dondermonk gaat echt de verkeerde kant op, joh. Oh, en een EMF-laser. We moeten een level 5 anomaly vinden, hallo? Level 5 anomaly. Dit is trouwens ook weer zo'n hele enge knuffel. Maar boeit. We moeten kijken of we ergens een level 5 kunnen pakken. Dit begint opeens lijken op... op hoe heet die game ook alweer? Op Phasmopho... Oeh, bijna niveau 5. Maar net niet. Misschien dan in die kamer, niveau 5. Dit lijkt een beetje op Phasmophobia. Ergens wel grappig. Kijk, let op. Joehoe. Weer niveau 4 in een hele enge slaapkamer. Ik vind het wel een creepy appartement. Misschien in de badkamer. Bro, nee. Bro, nee, 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 nee. Moet ik hier wel naar binnen? Kan ik hier door? Hallo? Nee, oké. Okay. Misschien hier naartoe. Het balkon of zo op. Wat is dit? Yo, ik zie helemaal niks. Waar zijn we nou weer dan? Oh, dit zijn weer die typische appartementjes. Kijk, 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 kijk. Oh, wat de heck? Bro, wat is dit? Ik vind het erg mysterieus. Waarom moeten wij hier onderzoek doen? Hoe hebben wij de sleutel gevonden? Hoe weten wij dat wij hier naar binnen moeten, moeten gaan en... Nee! Nee, 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 nee. Niet de elektriciteit, niet de elektriciteit. Hallo, elektriciteit. Please. Wil je dit niet doen? Ik vind het heel erg flauw als je steeds uitgaat. Wat hoor ik? Ik hoor iets. Is hier iets in de badkamer? Een emmer. Boe? Ah! Beetje laat, maar is €6,66 ook goed in plaats van €3,69? Wat is nou de bedoeling dan? We moeten een niveau 4 keer vinden ergens, of niveau 5. Maar ik heb nog geen niveau 5 gevonden. Voor de rest gebeurt er ook heel weinig. Kijken of we hier weer iets kunnen meten. Is hier ergens iets? Hallo? Ook echt niks. Is er niet gewoon een optie dat die geest gewoon naar ons toe komt? Oh, de koelkast. Die is helemaal leeg. Yo, dit is echt gewoon Ivar's koelkast. Ik vind het insane dat zoveel games Ivar's koelkast namaken. En is er buiten iemand? Ook niet. Kunnen we misschien naar buiten kijken ergens? Nee. Maar wat moet ik nou doen dan? TV werkt niet. Oh! Kastje kan open. Wauw, hoe heb ik dit niet gevonden? Bro, het is echt ongelofelijk. Hoe zit er achter in deze kamer nou weer zo'n donkere... Nou, hey, top. We hebben echt heel lang rondgelopen. Maar we hebben een plekje. Zit daar nou ook iets achter? Het ligt daar. Ik weet het niet. We hebben een plek om het ritueel te doen. Dat betekent dat we nu waarschijnlijk een Ouija board gaan pakken. Of wat gaan... Wat is dat? Moet ik dat hier gaan neerleggen? Bro, dit is toch niet normaal? Oh, een zoutcirkel is dit. Of wat doen we? Ik heb hier niet heel veel verstand van, want dit soort rituelen doen... Ja, precies.
Precies, we maken inderdaad zo'n Satans kruis met zout. En dan gaan we nu zeker met zo'n Luigi-boord gaan we dan zeker die dingen oproepen. Oh nee, eerst kaarsjes natuurlijk in iedere hoek plaatsen. Ja. We leren hier wel dit gewoon goed te doen, hè. Kijk. En nu pakken we zo'n Luigi-boord. Nee, oké, eerst de kaarsjes aandoen. ik sla stappen over. Ja, kijk. En nu pakken we zo'n bord. Let op. Nu komt-ie. Boom. 100% zeker. Is dat zo'n Luigi-boord? Nee, dat is de Holy Bible eerst. Waarom gaan we nou eerst de Holy Bible voorlezen dan? Hamanimamamanihamanihama. Ik heb nooit de Bijbel gelezen, ik weet niet wat erin staat. En dan nu... kunnen we niks meer bij de tas doen. Moeten we dan nu gewoon op die Bijbel klikken? Oh, ja. Kijk. Oh mijn god, gekke ASMR, kippenvel. ASMR is opgehouden. Ik zat er net zo lekker in. Oh, wat de heck? Oh, wat? Wat? Oh, waar zijn wij nou opeens weer? Holy damn, dit lijkt wel op zo'n arena van zo'n Elden Ring boss, maar dat is het waarschijnlijk niet. Oké. Wat zie ik er staan? Staat er nog iemand? Oh, daar hangen we. Oké, die leven niet meer, denk ik. Nee, die leven niet meer. Wat is het allemaal, joh? Wat gebeurt hier? Ik weet niet wat ik heb opgewekt of zo. Maar het is geen Jezus. Nee. Ik denk dat het eerder aan de andere kant van het spectrum zit van het heilige. Hallo? U leeft nog. Ik leg hier even een cursed. Vervloekt. U bent vervloekt. Hallo? Wie ben jij? Wow. Yo, wat is Dong de Mong aan het doen, gast? Dong de Mong is helemaal wild. Daar is iets. Oh, damn. Nou, dit ging niet helemaal lekker. Wat gaan we nu doen dan? Zullen we gewoon onze spullen oppakken en weggaan? Ik zou zeggen... we kunnen hier naartoe! Dit was net dicht! Oh, kijk. Yo, wat hebben we hier? Nee! Jij gaat hier niet binnenkomen, toch? Als u nu iets op mij afrent, dan ga ik heel hard gillen. Volgens mij komt er niks op mij af. Maar het is wel naar binnen gerend. Oh, ik vind het wel een beetje eng. Hallo? Is de deur hier ook dicht? Ik weet het niet eens. Heb ik die deur hier dicht gedaan? Nee, precies. Doe even die deur dicht, jong. Oké. Ik hoor iets op de gang rengen, of ben ik nog gek? Kunnen we hier doorheen kijken? Nee, doe niet open! Bro, ik schrik me dood. Ik dacht, ik doe die deur opeens open. Ik hoorde wel ergens anders geluiden vandaan komen. Dat was op de gang, of niet? Moeten we misschien de gang op? Moeten we juist hetgene... Telefoon. Oké, en natuurlijk gaat het altijd in horrorspellen over. Hallo? Wie is daar? Joehoe. Ah, mijn oren! Oké. Dat was onnodig eng. Dat was erg onnodig. Wat gebeurt hier nou dan? Oh, jongens. Hoe kan Don de Mong dit doen? Ik vind het echt insane. Hallo, misschien moeten we de badkamer in. Boe! Oké, misschien moeten we hier hiden. Dat kan niet. Oh, wat gaat die muziek nou weer spannend doen dan? Ik vind deze spannende muziek erg onnodig. Het spel is al eng genoeg op zichzelf. Ik ga me gewoon hierin hiden. In het hokje. Deur achter me dicht. Kijk, en dan kunnen ze mij niet zien achter dit glas.
Moeten we dan weer die Bijbel gaan lezen? Of... wat is de bedoeling? Oh mijn god, daar staat iets. Of wat is dat? Wat zie ik? Bro, daar staat iemand! Hallo? Hoe kom ik bij jou? Wacht. Dit moet heel eng zijn, maar dit is helemaal niet eng. Waarom staat daar opeens iets? Is hier iemand? In de keuken? Bro, er staat iemand in het huis, die doet mij niks aan. De koelkast was helemaal leeg. Leave department. Ja, groot gelijk. Groot gelijk. Wegwezen. Hallo? Nee. De deur is op... Nee. Dit gaan we niet doen. Er stond een of andere stomme vrouw daar. De deur is op slot. We zitten opeens in een oneindig gangengang. Joden, ik heb genoeg van dit soort horrorgames gespeeld dat ik weet dat hij zo meteen iets op me afkomt. Hier ga ik niet van schrikken. Geloof mij. Ik heb genoeg horror gespeeld om niet van te schrikken. Let op. Ik ben niet... Zie, ik schrok niet. Viel mee. Ik zei het toch, ik schrik niet. Nee. Nee, dit is mijn lampie! Please! Doe mij niks! Oh. Wat de heck? Er ging even iemand kietelen. Damn. Dat is de meeste intimiteit die ik in 2 jaar heb gehad, joh. Damn, oh, dat was zo even leuk. Maar, en nu? Kunnen we nu gewoon naar buiten? Nee, de deur is nog steeds op slot. Wat moeten we dan doen? Is hier iets gebeurd? Oh mijn god, wacht even. Dat hout dat gaat langzaam voor haar weg. Maar hoe vinden wij dit niet eng? Hoe vinden wij dit niet eng dat hier iets staat? Dit is een raar spel. Het is een heel groot spel, maar ook heel klein. Het is inderdaad een eng spel. Hè? Horror is horror. Oh mijn... Wat? Toilet? Dit is echt een lijpe puzzel. Waarschijnlijk moeten we die ene... Wat hangt daar? Maar waarschijnlijk moeten we die ene skull hier vandaan halen. Dit is de... Ik schrik van een fucking Wilbo-reet. Ik denk dat we dit masker moeten pakken. Of zoiets. Of niet. Oké, ik dacht dat we dat masker moesten pakken. Want dat lijkt wat op de puzzel. Hè? Bro, er staat hier toch gewoon... WC plus masker is sleutel. Welk ander masker is hier dan? Ik heb geen ander masker gevonden. Is hier nog iets wat ik heb overgeslagen? Of in dat... Nee, what the fuck? Oh, hier ligt iets. Wat? Collect. Ik heb een sleutel. Niet schrikken. Dat hout zit er nog steeds voor. We hebben waarschijnlijk nu de sleutel voor de voordeur. Please. Ga open. Nee? Waarvoor is die sleutel dan? Oh, het licht is hieruit. Hallo? We kunnen dit kastje openen. Oh, het was een sleutel van dit kastje. Kijk! Bro moest een zaklamp zoeken! Ga! Ik vind het insane dat je dan zo'n spel hebt. Ja? Dat je dan een missie hebt dat jij als Dong de Mong, zeg maar, het onbekende wil opzoeken. En dan heb je geen zaklamp bij en dan moet je die zoeken. Nou, we hebben een zaklamp. Fijn. Ik hoor ook gelijk iemand die bij de deur zit. Ik begrijp ook gelijk waarom we deze zaklamp nodig hebben. Ja hoor. Ja hoor, hallo, wie is hier? Ik verwacht geen pakketje. Oh, hallo? Oké, de deur gaat niet open. Oh, dit vind ik naar. Dit is een creepy... Nee, die vrouw is weg! Die vrouw is weg. Hallo? Oké, die knuffel zit hier weer. Het is 29... Welke maand is dit? Nee, maar die knuffel zit hier. Een strijkijzer. Allemaal pillen liggen hier. Oké, ik ben echt wel een beetje heel erg op mijn hoede. Met dat ik me zo meteen omdraai en opeens is die chick daar. Dat gaat hier gebeuren. Dat moet. Want voor de rest is hier niks meer, toch? Nee, er is hier helemaal niks. Oké, niet schrikken. We gaan rennen. Rennen. Misschien kunnen we naar buiten. Misschien kunnen we hier doorheen. Spring gewoon. Nee? Oké, we kunnen ook niet springen. Het viel te proberen. Mijn tas, kunnen we die pakken? Nee, ook niet. Bro, wat wil je dan? Oh, die badkamer, dat was ook heel donker. Misschien is hier wel links iets. Hallo? Zit er iets in deze kast? Locked? No. Oh, wat is dit? Een ketting?
Hoezo? Nee. We gaan het wel opnemen, maar ik vertrouw dit niet. Eerder was er ook al niks aan de telefoon. Bam, hallo. Oké, dat klinkt niet heel erg gezond. Hallo? Waarom schrik ik hier overal van? Hé, jongen, ik ben zo ba... Dat bedoel ik! Er stond iets. Oké, we gaan er wel naartoe, want we moeten waarschijnlijk nu weer... En wat moet ik doen? Ik moet hier waarschijnlijk een sleutel zoeken! Hallo? Misschien is het dingetje nu opengemaakt door iets of iemand? Niet schrikken. Kijk of het werkt. Please? Nee, nog steeds niet. Yo, waarom horen we dan iemand janken en zien we iemand weglopen? Oh, god allemachtig, wat een naarspel. Misschien de keuken. Hallo? Komt dit uit de badkamer? Ben jij de badkamer aan te stoppen? Hallo? De badkamer wil niet open. Ze is aan het janken in de badkamer! Hallo? Oké, misschien moeten we haar helpen. Oh, hallo? Ze deed de deur open en ik heb het gemist. Hallo? Gun mij iets. Nee! Niet de deur op slot doen. Boef! I see you. Ja, ik zie jou niet! Heel leuk dat je dit spelletje met me speelt, maar ik zie jou niet. Of ben jij dit? Bro, ik kan hier niks. Go away. Ja, ik wil wel weggaan, maar ik krijg het ding niet open. Go away. Met een of andere hand in de wasbak. Maar de deur is niet open. Ja, hoe moet ik dan weggaan? Heel leuk en aardig dit, maar dit helpt niet, zeg maar. We kunnen er misschien nog over praten. This is your last warning. They are watching. Het is echt ongelooflijk deze goedkope tering jumpscares. Ik zweer het, ouwe. Ja hoor, het hele appartement is weer veranderd. Natuurlijk. En de zaklamp is gelijk kapot. Ja, logisch. Dat is logisch. Want dat hoort bij een jumpscare, dat je zaklamp kapot gaat. Gast, ouwe. Wat zijn we nou dan? Dit is niet eens een appartement. Dit is een of andere bunker. Waarom zijn we in deze bunker terechtgekomen? Wie was dat? Wat deed... Run? 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 Voor wat? Voor wat ben ik aan het wegrennen? Oeh! Waar ben ik naartoe aan het gaan? Ik kan nergens naartoe. Ah! Bro, wat moet ik doen? Ik kan nergens naartoe. Hè? Wat nou run? Ik heb niet eens een zaklamp. Oké, we gaan gewoon rennen. Er komt daar iets achter me. Oh, Christus. Oké, gewoon nu rennen. Hier moeten we naartoe. Kijk. Hier, drukken. Rennen. Het is hier tering donker. Blijkbaar was die chase niet zo moeilijk. Heb ik hier nou echt zoveel moeite over gedaan? Oh mijn god, wat is dit? Ik begin opeens maar te bedenken dat hier dus ook een verhaal achter zit. Maar wat in... Wat is het verhaal? Wat? Wat is het verhaal van deze horror? Hey, een deur. Ik heb geen idee. Het moet bezetenheid voorstellen. En dat is meestal met deze games. Verder dan dat komen ze niet. Het is nooit veel diepgaander dan... Oh, het had... Nou, top. Waar zijn we nou weer dan? We zijn terug in de badkamer, want dat is... Dit is heel logisch, ja. We kunnen nu zeker ook gewoon zonder problemen weggaan. Let op, gewoon de deur openen. Nee, niet. Moeten we eerst mijn spul pakken? Wat wil je dat ik doe? Hè, we zijn terug in het huis. We horen wat gekke stemmen. Maar meer is er niet. Of dat kassie. Kunnen we dit kassie openen? Gaat dit het antwoord zijn op al onze vragen? Oh, wat is het? Het is een papiertje. En een... Wat? You are not alone in this house, the woman. You are looking for her, aren't you? If you want to find her, listen carefully. Didn't you hear her screams?
The echo behind the walls. Her blood still decorates the walls. I placed her there with my own hands. Right before your eyes, where we hide all our secrets. Keep hiding, but remember, every wall has a secret. Huh? Bro, het verhaal is dus dat iemand hier achter de muur is geplakt. Wat? Nou goed, en we hebben een hamer. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk nu ergens een gat in een muur moeten gaan. Nee. Oma, vrouw, wie je ook maar bent, ik ga u nu redden. U bent hier ergens achter een muur geplaatst. Ik weet alleen nog niet welke muur. We moeten nog even achterhalen welke muur het is. Misschien is het deze muur. Hoe werkt dit? Hoe kunnen wij... Oh, hier. Oh, damn. Melf boos. Oh my... What the heck? Dit is wel sick. Ik ga niet liegen. Dit is wel een ziek verhaal. If this nose falls into someone's hands, let them know that they have not freed a woman's spirit. Instead, they have cursed her soul upon themselves. Now her nightmare will be your reality. There is no escape. Fuck! F. Dong de Mon. Dong de Mon, zijn nieuwe vlogavontuur eindigt hier, want hij heeft nu dus blijkbaar een curse op zich gekregen. Ja hoor. Ja hoor, we zijn opeens vervloekt. Deze vrouw heeft ons vervloekt, dit is top. Dit is geen smash, dit is geen smash, dit is L. We gaan waarschijnlijk dood. Kijk, de deur is wel open gegaan, maar waarschijnlijk als we nu naar beneden gaan, dan zit gelijk die chick achter ons aan. Niet schrikken. Het is onnodig om nu te schrikken. Kom op, naar beneden. We gaan hier gewoon weg. Kunnen we gewoon weggaan? Ik heb geen zin in deze ellende meer. Ik wil gewoon uit het appartementencomplex. Ik wil geen Dong de Mong meer spelen. Ik wil geen content creator meer zijn. Ik wil gewoon vrijheid. Please. Kijk. Oh mijn god, dit meen je. Ze zit echt achter me aan. Of wist zij dat niet? Hallo mevrouw, misschien kunnen we er nog over praten? Het was niet mijn... Oh nee. Het was niet mijn bedoeling om deze vloek los te krijgen, zeg maar. Ik vind het erg eng. Ik vind het echt erg eng. We zijn waarschijnlijk ook tegen het einde van dit spel. En dan... Oh... Maar stel, je hebt zo'n vloek op je, ik geloof er niet in. Maar stel, dit is een vloek en je ziet de hele tijd gewoon een of andere schim achter je aan zitten. En je bent nooit alleen. Dat zou creepy zijn. Maar gelukkig is het maar een spelletje. Gelukkig is het allemaal fake. Gelukkig hebben we niet echt last van een of andere schim die de hele tijd naar ons wijst, achter ons aan zit en ons wil pakken. Want hier staat ze weer. Oh, damn. En nu? Wat is het? At the end of this dark... Wacht, ik moet verluisteren. At the end of this dark adventure, I have come to understand what true fear is. The path I took to explore haunted places and capture supernatural events on camera has come to a heavy price. The terrifying woman's house, the horror of the corpse trapped within the walls, all of it etched into my mind. As I fled the apartment with the key in my hand, I knew the nightmare I left behind was just the beginning. Did I really escape, or will this horror follow me forever? This question echoes in the depths of my mind, giving me no peace. I am on the brink of losing my sanity. There is no escape from this darkness. I see only one way out. Perhaps this is the only way to end the terror I've lived through. I hope to stay. Waarom moet het nou zo snel gaan? Oh mijn god, wat? Bro. Yo, oké, we zijn geen Dong de Mong, maar blijkbaar hebben we zelfmoord gedaan. Bro, wat? Paroxysm. Dead, we zijn dead, we zijn dood. Dit was een lijpe game. Ik begrijp het verhaal niet. Maar ik vond hem wel leuk en eng, ja. En ik hoop in ieder geval dat jullie hem ook eng vonden. Druk op dat duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter en... Doei!